Applaus krijgen. Het is fantastisch als je applaus krijgt na een optreden. En Aurélie kan dat natuurlijk ook beamen. Ze is nog even blijven zitten, want we hebben een kleine verrassing voor jou. Wij hebben aan de kijkers thuis gevraagd om een hart onder de riem of goede moed te wensen aan de kindjes die morgen terug naar school moeten. En Julie de Vreene, die heeft een berichtje gestuurd voor haar zoontje Achille. Ja. En Achille heeft bij jou in de klas gezeten, hè? Ja, 2 jaar lang. Dus dat afscheid was niet zo gemakkelijk eigenlijk. Oh, hij was helemaal verknocht aan jou dan? Ja, en hij zegt nog vaak, maar ik ben zeker dat dat wel zal veranderen. Van, nee, ik kom terug naar jouw klas hoor. Van, dat zal hier geen waar zijn. Ja, het is 2 jaar hun veiligheid geweest. Ja. Ik ben hun vertrouwenspersoon geweest. Zwaar. En ze zijn nog zo klein en dan moet je na 2 jaar afscheid nemen. Maar echt, we vragen zoveel van die kindjes eigenlijk. Hè. Nu goed, ze heeft een mooie boodschap, de mama. We willen hem, dus Achille, een fijne start wensen bij het nieuwe schooljaar. We kijken er alvast naar uit. Achille wat minder, schrijft ze erbij. Ja. En ook willen wij zijn juf Aurélie, ja, deze bekende, knappe kleuterjuf. Hola. Een fijne start wensen, waar hij 2 jaar lang bij in het klasje mocht zitten. Stiekem kan Achille geen afscheid nemen van zijn grootste liefde. Juf Aurélie, ook aan alle andere kindjes en juffen een fijne start gewenst. Het is aangekomen, Julie, dat komt helemaal goed met Achille. Dank u wel, Achille. Maar je gaat hem nog zien, hè? Tuurlijk, op de speelplaats. Dus geen probleem. Kijk, weet je, wij gaan een liedje draaien. Door de golven, de nieuwe van Patrick Onzia. Mm-hmm. En dat kan je een beetje vergelijken, hè, met de eerste schooldag. Zo, de golven kunnen soms heel hoog zijn. Merci, Aurélie. Ja, jij bedankt. Ja.